Ik weet u wat mij stoort. U zit mij een beetje te verhoren als een soort officier van justitie. Reporter onderzoekt waar beleid faalt en de macht ontspoort. Goedenavond. Wie is de baas op de Amsterdamse Wallen? In het hart van onze hoofdstad wordt al jarenlang een machtsstrijd. Onder iedere steen zit ongedierte. Ernstige vormen van drugshandel, mensenhandel, afpersing. Ze zeggen nog steeds, er is 90% vrouwenhandel. Er gebeuren hele lelijke dingen op de Wallen. Het is een gevecht tussen ambitieuze politici enerzijds. We gaan het gebied veranderen om het maar te redden van de criminaliteit. En getergde Wallenondernemers aan de andere kant. Buiten een bekeuring voor te hard rijden of dat soort dingen, mijn kind er niks aan mij. De gemeente koopt voor miljoenen bordelen op, sluit gokhallen en coffeeshops en presenteert die aanpak als een succesverhaal. Ik kan u vertellen dat er grote stappen gezet zijn. Maar volgens critici gaat het helemaal niet goed in postcodegebied 1012. Project 1012 is in heel veel opzichten een absolute mislukking. En de burgemeester die zit niet te wachten op lastige vragen. Ik zit hier niet in een verhoor, toch? Brandpunt Reporter doet verslag vanuit de rood verlichte loopgraven van het Wallengebied. Kijkt u naar de slag om de Wallen. Jos Slats is de reporter. Ik ben Melke de Wind. Ik ben een van de initiatiefnemers van dit leuke kleine museum. Dat heet Red Light Secrets. En dat is het eerste museum in de wereld dat over prostitutie gaat. En dat is gevestigd op de Wallen in Amsterdam. Laat u maar eens wat zien. Nou, loop maar mee. Nou, dit vinden veel bezoekers nogal confronterend. Met name vrouwen. Deze ruimte heet ook de confrontatie. Want hier zie je hoe mensen naar je kijken als je als prostituee achter een raam zit. En dat is best wel confronterend inderdaad. Mensen die foto's van je nemen, mannen die langslopen en afkeurend zijn, vrouwen die hoer naar je roepen. Het is natuurlijk niet prettig als je de hele dag achter een raam zit en er komen 15.000 mensen op een dag langs die allemaal een mening over je hebben en je eigenlijk allemaal een beetje vies en zielig vinden. We zijn op de Wallen. Postcode 1012. Een gebied met twee gezichten. Aan de ene kant een kermisachtige toeristische trekpleister. Aan de andere kant een gebied waar onze huidige vicepremier, voormalig wethouder Lodewijk Asscher, vooral de donkere kanten van ziet. De andere kant, die verdient zeer veel geld. Drugshandel en mensenhandel zijn de meest lucratieve vormen van criminaliteit. Dus er zijn onbeperkte hoeveelheden zwart geld die men in dit gebied graag rond wil laten gaan. We gaan werken aan bewijsbaarheid. We gaan zorgen dat als er vrouwenhandel is, dat zo'n bordeel meteen dicht gaat en dicht blijft. En we laten zien dat dit geen plek is waar dit soort bendes hun werk kunnen doen. Ze schudden het zomaar uit hun mouw. Zonder daar ook maar een beetje even na te gaan. Even te gaan kijken in de buurt. Is dat wel zo? Ze zitten achter hun tafel en ze bedenken het. En ze nemen niet de moeite om nou eens te gaan kijken bij die vrouwen. Wat zijn dat voor vrouwen? Zijn die wel van de vrouwenhandel? Het beleid is heel erg verkocht onder de noemer vrouwenhandel tegengaan. Dus dat was het. Het is met een hele scherpe morele agenda is het verkocht in de tijd van Lodewijk Asscher. Die eigenlijk zoiets zei van, we kunnen het niet permitteren dat vrouwen als slaven in onze stad worden behandeld. We moeten opstaan, we moeten iets doen. Dus een heel sterk moreel verhaal. Ik weet het niet hoor. Soms begrijp ik er helemaal niets van. Ik begrijp het soms helemaal niks van. Om onrust te zaaien of om toch te denken, nou ja, dan gaan ze vanzelf weg. Maar dat doet niemand. Want waarom zou je daar weggaan als er niks aan de hand is en je hebt goede vrouwen? Er is niks los daar. De hele buurt niet. Eigenlijk heeft Asscher en de andere leden van de PvdA hebben alle kritiek gepareerd van, nou, dus dan bent u voor vrouwenhandel. Als u kritiek heeft op dit plan, dan bent u voor vrouwenhandel. Hè? Dus er ontstond een soort Bushiaanse strategie van you're with us or you're against us. En op het moment dat je kritiek had op de plannen, dan was je eigenlijk iemand die wat sympathie had of die het wat prima vond dat er misstanden plaatsvonden in Amsterdam. En dat is natuurlijk een hele oneerlijke discussie. Wat vindt u van gedwongen seks? En wat vindt u van mensenhandel? En wat vindt u ervan dat een bepaald bedrijf een schuilplaats kan zijn voor georganiseerde misdaad? Zijn dat geen dingen, geen waarden die het rechtvaardigen om actie te ondernemen?
Een retorische vraag, want niemand zal bezwaar maken tegen het aanpakken van misstanden in de prostitutie. Over de omvang van het probleem lopen de schattingen uiteen. We hebben in Amsterdam ongeveer 6000 prostituees. De onderzoeken laten zien een krankzinnig grote marge tussen ergens in de 10% of 90%. Of seks gedwongen of vrijwillig is. Eigenlijk zeg je dan, men weet het niet. Ik heb gezegd, en dat heeft mijn voorganger ook gezegd, als je het laagste getal neemt, 10%, dan kom je nog op 600 prostituees die onvrijwillig seks hebben. Ik weet niet hoe vaak het gebeurt, maar dat het 600 keer op zijn minst gebeurt, dat weten we allemaal. En per dag. Er waren misstanden, absoluut. Dus ik vond dat lijkt me ook heel belangrijk om die te erkennen. Om daar heel gericht tegen op te treden. Om heel duidelijk te maken dat dat het soort prostitutie is wat we in Amsterdam niet willen. De inzet is helder. Onder leiding van de kersverse wethouder Ascher besluit het stadsbestuur om de bezem door de wallen te halen. Het gebied moet veiliger, schoner en chiquer worden. Hier moet het nieuwe Amsterdam verrijzen. De eerste klap moet meteen een daalder waard zijn. Het is 2006 als de gemeente er pijlen richt op Charles Geerts, de koning van de wallen. Geerts bezit een groot aantal raambordelen. De gemeente wil hem zijn prostitutievergunningen afpakken en zijn onroerend goed in handen krijgen. In hoeverre was er toen ook sprake van verwijten als zouden er in die bordelen misstanden plaatsvinden? Nul, helemaal nul. Het was perfect georganiseerd. Het is nooit door de gemeente zelfs maar gesuggereerd dat er minderjarige dames zouden werken, dames zonder papieren, dat er sprake zijn van het plegen van misdrijven, afpersingen, wat dan ook. Geen aantoonbare misstanden. Maar volgens de gemeente heeft Geert zijn panden gefinancierd met crimineel geld, afkomstig van drugshandel. Hem werd aangevreven dat het geld waarmee hij panden zou hebben gekocht op de wallen, en in die panden werd vervolgens prostitutie bedreven, dat dat geld waarmee die panden gekocht was, dat dat illegaal verdiend geld was. Dat dat uit misdrijf verkregen geld was. En op grond daarvan wilden ze Geerts zijn prostitutievergunningen afnemen? Ja, omdat men dacht dat het geld waar het allemaal mee begonnen was, waarmee het aangeschaft was, dat dat fout geld was. Hoe reageerde Geerts op die mededeling? Ja, woedend. Het was geen fout geld. Meneer Geerts is begonnen op de markt als koopman, is vervolgens, toen hij zag dat porno legaal ging worden, overgestapt in de handel in pornoblaadjes. Dat is uitgebouwd tot Scala, dat een groot bedrijf is geworden in erotische materialen. En dat is op een moment verkocht. Nou, daar zijn miljoenen mee verdiend. En met die miljoenen zijn panden op de wallen gekocht. Ja, Rob, ben ik weer even nog bezig. Om haar doel, het intrekken van Geerts zijn prostitutievergunningen, te bereiken, zet de gemeente een nieuw wapen in. De wet Bibop. Voluit bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De wet Bibop is een middel voor de overheid om te proberen te voorkomen dat men ongewild mensen die illegaal geld hebben verdiend, dat kunnen gebruiken. Als ze bijvoorbeeld een café willen openen, een gokhal willen openen, dan wil men weten of dat eigenlijk niet gebeurt met verkeerd geld. Zo moet worden voorkomen dat onder- en bovenwereld met elkaar vermengd raken. De wet moet de gemeente Amsterdam in staat stellen om ondernemers op de wallen aan te pakken, zonder dat er sprake is van bewezen strafbare feiten. Dat is criminogeen, dat is echt een woordentrucje. Hè? Dat is een woord helemaal speciaal uitgevonden voor dit project 1012. Om dus inderdaad een soort zweem van criminaliteit te laten hangen. Hè? Om eigenlijk een soort stigma uit te roepen over wat zij dan noemen economisch laagwaardige ondernemingen. Door te zeggen, we weten niet of ze crimineel zijn, we hebben er geen bewijzen voor. Maar ze zijn in ieder geval vatbaar en gevoelig voor criminele activiteiten. En daarom willen we ze weg. Hè? Nou, dat is natuurlijk een omgekeerde rechtsstaat. De gemeente gaat vol in de aanval. Ze wil de bordelen van Geerts onmiddellijk sluiten en schakelt een externe jurist in. Eberhard van der Laan, toen advocaat, nu burgemeester van Amsterdam. De hele precieze voorgeschiedenis van Geerts ken ik niet. En ik vind ik trouwens ook, dit is wel oude kost, hè? Ik was nog advocaat. Het verbaast me dat u zegt dat u die geschiedenis niet kent. Want u was als extern jurist ingehuurd bij die Bibelprocedure. De hele voorgeschiedenis ken ik niet. En wat ik er weet als advocaat, valt bovendien onder mijn beroepsgeheim. Dus voor u geen verrassing, meneer Slot. Ik kan als opvolger van Ascher in de portefeuille niet al die details van die voorgeschiedenis reproduceren.
Wallenkoning Geerts pikt het niet. Hij dient bij de gemeente een bezwaarschrift in. En om de directe sluiting van zijn bordelen te voorkomen, stapt hij tegelijkertijd naar de rechter. Ik stoor me extreem en het gelul steeds, en het gesprek steeds over witwassen en over criminelen. Daar stoor ik me erg aan en daar schaam ik me diep voor tegenover mijn personeel en tegenover mijn kinderen. En de rechter stelt hem in het gelijk. Ja, ik ben geen emotioneel. Waarom? Nou, ik wil niet janken in de camera. Ik ben gewoon geen emotioneel. Klaar. Een pijnlijke nederlaag voor de gemeente. De eerste de beste raamexploitant die ze willen aanpakken, zet het stadsbestuur in zijn hemd. Het ambitieuze 10-12 project heeft nu dringend een succes nodig. In plaats van Geert zijn panden af te pakken, blijkt de gemeente nu opeens bereid de portemonnee te trekken. En Geert, die geen zin heeft in eindeloze procedures, is bereid tot verkoop. 25 miljoen euro wil hij ervoor hebben. Ja, dat gaat wel. Waarop de gemeente zei... Ja, deal. Verrast? Ja, we waren wel verrast dat dat als het ware in één keer geslikt werd. Dat was wel opvallend. Je gaat toch wel uit van een onderhandelingspositie, maar daar was geen sprake van. De vraagprijs is meteen geaccepteerd. Er werd niet gepingeld? Op geen enkele wijze. Ik heb me laten vertellen dat u als extern adviseur er eigenlijk op tegen was om die deal met Geert te doen. Ik kan u daar niks over zeggen, want ik was maar gewoon advocaat en die heeft een beroepsgeheim. Ik begrijp het. Ik weet niet of u het begrijpt, maar in ieder geval is het zo. Ik begrijp het. Ik zit hier niet in een verhoor, toch? 25 miljoen. En als je dat per kamer uitrekent, dan zeg je gewoon... dat is een goede prijs en het is een redelijke prijs. Het is zoveel keer de jaarwinst. Ja, nou, ga je verder met je leven. Verkoop je dat, dan ga je het dan doen. De gemeente presenteert de verwerving van die 18 prostitutiepanden... waarvoor ruim 25 miljoen euro is betaald... als een enorm succes. Er wordt gezegd, we hebben Geerts van de Wallen verjaagd. Ja, ik denk dat heel veel mensen zich graag zo laten verjagen. Het was een dure klap. Ik bedoel, de kostprijs was hoger dan een daalder. Maar in het beeldspraak heeft dat wel een omkeer gegeven. Ze hebben er zoveel aan opgehangen. Het hele persoonlijke imago van een man die inmiddels vicepremier is van Nederland... en die misschien ook nog wel premier wil worden. Dus dit project mag niet mislukken. Kosten wat het kost, moet het doorgaan en wordt het doorgedrukt. De gemeente en Stadsgoed betaalden 25 miljoen euro... ruim aan een ondernemer die een paar maanden eerder... door diezelfde gemeente nog als een crimineel was bestempeld. Ja, dat was geen vanzelfsprekende zaak. Daar is heel lang over gesproken in de gemeenteraad. Daar zijn allemaal afwegingen gemaakt. Heeft Geerts de betaling van die 25 miljoen ook opgevat als... het witwassen van zijn reputatie? Zeker. Geerts heeft volgens mij direct geroepen van... welke fatsoenlijke overheid zou nu een crimineel 25 miljoen gaan betalen? Men heeft uiteindelijk, omdat hij niet alleen bereid was het vastgoed te verkopen... maar ook bereid was vast te leggen, door boetes verzegeld... dat hij uit het Wallengebied zich terug zou trekken... en uit een bepaalde branches in de hele stad zich zou terugtrekken... gezegd, nou, dan is het verantwoord, maar niemand heeft het leuk gevonden. Behalve Geerts natuurlijk. Goed, hè? Ja, dat komt er, hè? De Wallenkoning in rusten. Hij geniet van het leven in Kenia... waar hij graag een hengeltje uitwerpt op zijn favoriete visstek. Oh, Gerard? Nou, hoe vinden jullie het hier? Dat mag ik toch wel vragen, hè? Ja. Ik vind dat het mooiste, een van de mooiste plaatjes ter wereld. Hey. De grootste raamexploitant is afgekocht. De eerste slag om de Wallen is voor de gemeente uitgelopen op een Pyrrhus-overwinning. Een dure vooral. De gesloten raampanden van Geerts komen in handen van Stadsgoed, een dochter van de grootste woningcorporatie van Amsterdam. Kijk, dit zijn de bordjes die wij van de panden van Charles Geerts hebben afgeschroefd. Die aangaven dat daar een bordeel was gehuisvest. Die hebben wij min of meer als een soort trofee meegenomen, omdat het toch onze panden waren. U beschouwt het ook echt als trofeeën? Ja, dit zijn wel trofeeën. Ja. Deze vertegenwoordigen een grote waarde wat dat betreft. Maar die bordjes die heeft u hier al jaren op uw kamer staan? Die staan hier vanaf 2008. Ja. En waarom is deze aankoop zo belangrijk voor u? Dat was echt de start van de aanpak op de Wallen en...
De koning werd van het schaaksport, van het schaakspel afgehaald en daarbij begon project 1012 feitelijk. Ja, maar dat klinkt als de koning werd verjaagd of werd buitenspel gezet, maar de koning werd gewoon met een zak geld met pensioen gestuurd. De koning was tevreden en wij waren tevreden. De koning kreeg inderdaad een zak met geld. En wij kregen panden waardoor we eindelijk konden starten met de aanpak. De bedoeling is om nieuwe bedrijven te huisvesten in de oude prostitutiepanden. Ondernemingen die de buurt naar een hoger niveau moeten tillen. En zo zijn we dat gebied langzamerhand aan het terugheroveren. Wat wij ook doen is, wij voeren een strijd op microniveau. We kopen pand voor pand, we herontwikkelen pand voor pand. Als u nu om u heen kijkt, wat komt er terug voor de raambordelen die zijn gesloten? Kaas. Is de god geklaagd? Er zijn iets van 3 kaaswinkels bijgekomen. Er komen wafels bij. Zitten we natuurlijk ook erg op te wachten, hoewel het zeer lekker ruikt. Mariska Major, voormalig prostituee, tegenwoordig directeur van het prostitutie-informatiecentrum voor sekswerkers en wallenbezoekers. Ze ergert zich wild aan de nieuwe bestemmingen van de voormalige raambordelen. Dan heb je dat Red Light Secrets wat er voor in de plaats komt. Dat vind ik eigenlijk nog het ergste van alles. Ik heb daar tegenover gewerkt vroeger. Dus ik had altijd zicht op een paar panden met schitterend mooie raambordelen. Was altijd goed werken, waren comfortabele mooie kamers. Maar goed, dat is prostitutie, dus dat mag niet, dat is slecht. En wat gaan ze er godverdomme voor in de plaats doen? Nep raambordelen, want dat mag dan weer wel. Nou, dat snap ik niet, daar begrijp ik niks van. Nou, dit is de ruimte waar normaal gesproken het echte werk plaatsvindt. Hier zitten de dames. En ik vind het heel erg leuk dat bezoekers van het museum hier zelf even kunnen ervaren hoe het is om achter een raam te zitten. Want ja, dat is toch heel opzienbarend voor veel mensen. Het bekeken worden, het gevoel dat iedereen naar je zit te kijken en je beoordeelt. Dat is voor heel veel mensen een best wel ingrijpende, chockerende ervaring. Nu las ik in de overeenkomst die u bent aangegaan met de gemeente rond de aankoop van de Geertspanden, dat daar geen seksgerelateerde bedrijven in mogen worden gevestigd. Ik geloof artikel 16. Nou zit in uitgerekend het pand waar Geerts vroeger kantoor hield, zit een prostitutiemuseum. En dat vindt u seksgerelateerd? Het is een museum. Een prostitutiemuseum? Ja, het is een museum. Museum over prostitutie. U vindt een prostitutiemuseum niet seksgerelateerd? Ik denk dat het museum heel duidelijk maakt wat hun bedoelingen zijn. Het is een museum waarin in samenwerking met de gemeente Amsterdam voorlichting gegeven wordt hoe prostitutie ontstaan is. Hoe prostituees onder welke omstandigheden daar hebben gewerkt. Het is meer, in mijn ogen meer een voorlichtingsvehikel dan dat het een prostitutiemuseum is. En toeristen die door de buurt lopen begrijpen het ook niet. Red Light Radio, Red Light Secrets, Red Light Fashion, Red Light Art. Iedereen die gaat met de term Red Light District aan de haal. Terwijl ze vervolgens om het hart roepen dat het allemaal zo slecht is hier in de buurt. Er worden raambordelen gesloten en wat komt er voor in de plaats? In dit geval nep raambordelen. Begrijpt u? Maar het is geen nep raambordel. Het museum heeft een peeskamer waar de bezoekers kunnen plaatsnemen om te ervaren hoe het is om in een raambordel te zitten. Ja, maar zonder dat daar seks plaatsvindt. Ja. Dan is het dus niet daarmee gelijk te stellen. Akkoord. Wordt het eruit geknipt? Nee. Fijn. Na de mislukte bibopzaak tegen wallenkoning Charles Geerts richt de gemeente er pijlen op het Casa Rosso-imperium van Jan Otte. Dit is de Casa Rosso, het hoofd van alles. Ja. Dan hebben we de overkant hebben we een kleine theater. Ja. Dan hebben we verder door hebben we de piepshow. Dan daar verder door voorbij de brug hebben we het museum. En tegenover het museum hebben we de bananenbar en de bananenclub. Bent u de grootste ondernemer in het wallengebied? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Hoeveel mensen werken er bij u? Zo'n 170, ja. Wij doen aan entertainment, erotisch entertainment. Wij hebben niets met prostitutie. Nee, helemaal niets. Bij ons gaat het puur om het vermaak. Bij ons kun je honger krijgen. Eten doe je bij de buren of thuis. Geen prostitutie. Toch wordt Jan Otte van de Casa Rosso het nieuwe doelwit.
De gemeente wil met de wet Bibop in de hand al zijn zaken sluiten. Het kwam natuurlijk voor hun in het kaderproject 2012... om dat te dicht te gooien, kwam natuurlijk uit. Ik was een grote speler daarin. Ja? Dus de grote omval, daar vallen de klantjes zelf wel om. Ik denk dat dat de filosofie was. Het gaat over een dossier van een meneer Otten waar ik nu niet over wil praten. Ik wil niet over personen praten. U mag mij echt alles vragen over het beleid ten aanzien van 2012. Maar als dit het frame is, dan kunnen we er ook net zo goed mee stoppen. Nee, laat ik het dan algemene formuleren. Op een gegeven moment richt de gemeente de Bibelpijlen op andere ondernemers. Waarbij wordt gezegd, we gaan uw vergunning afnemen omdat u zich heeft laten financieren door meneer Geerts. Dezelfde meneer Geerts die door de gemeente schadeloos is gesteld met 25 miljoen. Ik kan dat niet zo goed rijmen. Ik weet niet of dat gebeurd is, maar dat zou kunnen. Maar dat weet ik niet. Technisch kan het. Ik denk dat het een politieke kwestie is. Ja? Zeker van de Partij van de Arbeid. Ja? Dat is een hobby van soms altijd tussen ondernemers waar ze zitten. Na 3 jaar touwtrekken moet de gemeente opnieuw inbinden. De Bibop-bezwaren tegen de Casa Rosso houden geen stand. Met het geld van financier Geerts blijkt bij nader inzien niks mis. Jan Otten behoudt zijn vergunningen. Ik ben geen crimineel. Buiten een bekeuring voor te hard rijden of dat soort dingen. Mijn kind heeft niks aan mij. Vind ik zelf misschien dat anderen het anders vinden. Toch blijft de gemeente ook na het mislukken van de procedure tegen de Casa Rosso de Bibop in stelling brengen tegen ongewenste wallenondernemers. Daarbij hanteert ze een nieuwe term, criminogeen. De gemeente heeft de branche als criminogeen betiteld. De wallen zijn als criminogeen betiteld. Nee, een bepaald type bedrijven dat daar gevestigd is. Ja, maar criminogeen is niet crimineel. Maar dat is dat bij elkaar, dus los van individuen, de kans op crimineel gedrag stapelt. Ja, maar iets is crimineel of iets is niet crimineel. Ja, maar nee, dat is te simpel. Ook het woord criminogeen werd heel lustig gebruikt door de gemeente. Door ondernemingen waarvan ze niet konden bewijzen dat ze crimineel waren. Maar die ze toch liever weg wilden uit de wallen. Als ze één smetje op uw blazoen hadden gevonden. Ja. Ja, had ik dicht gemoeten. Ja, dan hadden ze me toch met mijn oren mee kunnen slaan. Ja. Ja. Dat hebben ze niet gevonden. Want het smetje heb ik niet. Dus een hele hoop assumpties, een hele hoop aannames over wat er allemaal zou spelen in de wallen. Maar concreet, zwart op wit, is het niet gekomen. Er zijn geen bewijzen voor gevonden, nauwelijks bewijzen voor gevonden. Dus het is een beetje, het zijn een soort weapons of mass destruction van Irak, weet je wel. Het is gebruikt als een reden om aan te vallen, maar ze zijn nooit gevonden. Toen ik 2012 overnam, ben ik met iedereen gaan praten en heb ik gemerkt dat het begrip criminogeen niet alleen geen heel duidelijk begrip is, maar ook een begrip is dat mensen die bona fide zijn, het gevoel geeft gestigmatiseerd te worden. Ik ben hier binnengekomen vroeger als kaartjesverkoper en als beveiliger. En nou ben ik de eigenaar. Zonder crimineel te zijn, zonder crimineel geld. Dan ben ik dan wel trots op. In Amerika zou ik een medaille krijgen. Ik praat niet over hen in termen van zij zijn criminogeen. Maar dat is wel gebeurd. Ja, wat kan gebeurd zijn, maar een project heeft een dynamiek. Maar betreurt u achteraf dat dat woord wel is gebruikt? Nee. Omdat veel ondernemers zich op die manier weggezet voelden. En dat misschien een constructieve samenwerking in de weg heeft gestaan. Nou, ik ga niet zo ver om te zeggen dat ik dat betreur. Want er is het nodige voorgevallen. En u weet vast wel, misschien voor een ander programma, maar er gebeuren hele lelijke dingen op de wallen. Het taalgebruik van de gemeente mag dan zijn veranderd. Het Bibop-wapen wordt onverminderd ingezet. Zo raakt de eigenaar van dit pand, waar een gokhal was gevestigd, zijn vergunning kwijt omdat er crimineel geld in zijn bedrijf zou zitten. U bent ooit de minister van Financiën van Holleder genoemd. Ja, door staatssecretaris Teven. In zijn hoedanigheid als officier van justitie. Ja. Daar bent u ook strafrechtelijk voor vervolgd. Ja, en vrijgesproken. Niets aan de hand? Nee. Klopt ook helemaal niets van. U bent tot in hoogste instantie vrijgesproken? Ja. Waarom is dan toch uw vergunning afgenomen?
Dat heeft te maken met een financiering die de heer Paarlberg begin 2003 heeft verstrekt. Jan-Dirk Paarlberg, hier links in beeld, zou later worden veroordeeld voor het witwassen van afpersingsgeld van Willem Holleder. Maar toen Marcel Katté in 2003 geld van hem leende, was Paarlberg nog een gerespecteerd ondernemer die ook zaken deed met onder andere Nelly Kroes. Dus de gemeente stelt zich op het standpunt: dit bedrijf is, zonder dat u dat wist, gefinancierd met fout geld. Achteraf gebleken, ja. Dus u heeft geen recht op een vergunning? Ja, ja. Ja, het is een beetje een wending wat de wet Bibop is eigenlijk oorspronkelijk bedoeld om criminelen niet te faciliteren. Maar goed, nu komt het erop neer dat de wet, het gevolg van de wet is dat iemand die te goede trouw een financiering aangaat met iemand waarvan achteraf blijkt dat het verkeerd geld is, dat die moet vrezen voor het voortbestaan van zijn bedrijf. Ja, want u heeft geen bedrijf meer. Nee, de zaken zijn gesloten al sinds maart 2012. Een ongelukkige geldlening. Het Bibop-stigma blijft tot de dag van vandaag aan hem kleven. Als KT met collega-ondernemers op de Wallen een jazzfestival wil organiseren, wordt hij op het stadhuis ontboden. Daar krijgt hij te horen dat zijn betrokkenheid bij dat evenement ongewenst is. Ja, je loopt wel een grote kans dat je geen subsidie of geen vergunning krijgt als je daar wel bij betrokken blijft. Zelfs als je geen bestuurslid bent van die organisatie en we merken dat je er toch dingen voor doet, dan loop je dat risico. Marcel Katté werd door de rechter van alle blaam gezuiverd, maar meelaats verklaard door de gemeente. Ik heb ermee leren leven. Het is niet anders. Ja. Dat klinkt zo berustend. Bent u niet ziedend? Ja, maar wat schiet ik daarmee op? Ik moet ook om mijn gezondheid denken. Een paar weken geleden heb ik al met zo'n hartkastje rondgelopen. Dus ik kan me wel opwinden, maar dat heeft helemaal geen zin. KT voelt zich vermalen door de scoringsdrift van de gemeente die schoonschip wil maken op de Wallen. Om die campagne en de middelen die worden ingezet te rechtvaardigen, zijn ondernemers in het gebied afgeschilderd als zware criminelen. Ernstige vormen van drugshandel, mensenhandel, afpersing. Onder iedere steen zit ongedierte. Die harde uitspraken van Lodewijk Asscher markeerden het begin van de strijd op de Wallen. Maar wat is er sindsdien bereikt? Hoeveel bordelen heeft de gemeente kunnen sluiten in de afgelopen jaren omdat de exploitanten konden worden bestempeld als criminelen? Weet ik niet. Ja, ik vraag dat omdat het project 1012 heel sterk ook is ingezet met als pijler bestrijding georganiseerde criminaliteit. Absoluut. Dat werd heel nauw gekoppeld aan de prostitutie. Onder andere. Raamexploitanten werden ervan beschuldigd zich schuldig te maken aan gedwongen prostitutiepraktijken. Nee, niet lang niet allemaal. Nee, daarom de vraag: hoeveel bordelen heeft u op die grond kunnen sluiten? Dat weet ik niet. Dat weet ik uit mijn hoofd niet. Ik heb nogal veel karweitjes. Maar wat is er overgebleven van eerdere uitspraken van stadsbestuurders dat de prostitutie in het Wallengebied in handen zou zijn van de georganiseerde criminaliteit? Ik weet niet of die uitspraak zo ongeklausuleerd gedaan is. Nou, Lodewijk Asscher zei bijvoorbeeld, en dan wil ik een tekst zien. Onder elke steen die we optillen zit ongedierte. Nou, dat is wel vaak gebeurd, dat er stenen werden omgekeerd waar echt hele lelijke dingen onder zaten. Maar heeft dat geleid tot sluiting van raambordelen? Ik wil graag een heel uitdrukkelijk antwoord aan u geven. Ik ben nu verantwoordelijk voor de portefeuille. En ik weet dat er in de prostitutie malafide en bonafide bordeelhouders zijn. Hoe precies de verhouding is, ik weet niet of we dat weten. En als we het zouden weten, weet ik het in ieder geval op dit moment niet. Maar ik neem aan dat u er vooral op uit bent om malafide bordelen te sluiten. Alleen? We zijn er niet op uit bonafide bordelen te besluiten. Dus is mijn vraag, de 30 bordelen die tot nu toe gesloten zijn, waren dat malafide bordelen? Er zijn bordelen gekocht. Inderdaad, gekocht. Niet gedwongen gesloten.
de gemeente uit de harde beschuldigingen die ze niet kon waarmaken. De wet Bibop leverde niks op, want criminele activiteiten werden niet aangetoond. Van het afpakken van vergunningen kwam niets terecht. De gemeente Amsterdam heeft tot nu toe 30 raambordelen kunnen sluiten, maar moest daarvoor diep in de buidel tasten. Voor de aankoop van de prostitutiepanden betaalden de gemeente en woningcorporaties het volle pond. Ruim 31 miljoen euro. 31 miljoen? Nou, hoezo is dat te veel? Nou ja, als het ons lukt, De marktwaarde van die panden is een stuk lager. Nee, dat komt omdat er prostitutiebestemmingen op zaten. En die zijn lucratief, zoals u weet. Dat is waarom het zoveel criminaliteit ook heeft aangetrokken. En als je dan koopt of onteigent, want als je niet vrijwillig kunt kopen, moet je onteigenen, dan betaal je daarvoor de gederfde inkomsten van degene die het kwijtraakt. En dan zit je dus in hele hoge tarieven. Het is gemeenschapsgeld, hè? Belastinggeld wat besteed wordt en wat grotendeels belandt in de zakken van bordeelhouders. U maakt bordeelhouders rijk. Nou, bordeelhouders rijk. Daarom verzetten ze zich zo heftig. Niet allemaal, blijkbaar. 30 panden. Wij proberen diegenen waarvan we sterk het idee hebben dat ze malafide zijn, natuurlijk ook wel een beetje dwars te zitten. Want wij houden niet van gedwongen seks, mensenhandel, georganiseerde misdaad. Nee, burgemeester, dat begrijp ik wel. Ik heb de indruk dat ik dat niet helder heb uitgelegd. Nee, dat snap ik wel, maar u zegt tegelijkertijd, in die prostitutie vindt criminaliteit plaats. Gedwongen seks, gedwongen prostitutie, vrouwenhandel. Als dat zo is, dan kunt u die bordelen gewoon sluiten. Dan hoeft u ze niet te kopen. Dan ziet u iets over het hoofd. Wij weten dat het gebeurt in die grote berg. Maar dat is nog iets heel anders dan dat je per pand, per moment, per exploitant, patant, per sekswerker kan bewijzen dat het gebeurt. Honderd rode ramen minder en nog heel veel sluitingen in het vooruitzicht. Maar de vraag is of daarmee de vrouwenhandel wel een slag is toegebracht. Dat antwoord krijgt u volgende week in onze uitzending in De Slag om de Wallen, deel 2. Er zijn een hoop vrouwen spoorloos. Dus de kans is groot dat die in de handen van een vrouwenhandelaar zijn gevallen. En dan kom je met dit soort regels, waardoor je feitelijk moet vaststellen, je komt geen stap verder. En dat is de situatie waarin deze vrouwen nu zitten. Schandalig. Sluiting van het ramen veroorzaakt alleen onveiligheid en problemen in de hele maatschappij. Want onveilige seks voor prostituees is ook onveilig voor de klant natuurlijk. En de meeste klanten zijn getrouwd met kinderen.